get a higher salary and higher reputation. The working hour is long, maybe 10 to 12 hours. Yeah, it's tired. Van smartphones en auto's tot aan laptops, allemaal hebben ze computerchips en veruit de meeste worden hier in Taiwan door één bedrijf gemaakt, TSMC. Ze produceren meer dan de helft van alle computerchips wereldwijd. Bij de meest geavanceerde chips gaat het zelfs om 90%. We zijn op bezoek bij een studentenlab waar mensen leren chips maken. En dat is een zeer kwetsbaar proces. Hierachter mag geen enkel viezigheidje komen. Het kleinste vezeltje kan het hele proces hier binnen verstoren. En dus moeten wij met dit soort pakken door een windturbine en kunnen dan pas gaan kijken. And like building a vertical building. You need one layer, first floor, second floor, third floor, and up to 100 floor. We need many processes to finish a chip. De studenten hier leren met ongekende precisie werken. Want om krachtige chips te kunnen maken, moeten nog honderden miljoenen elektronische schakels op die chips geprint worden. En die schakels zijn klein, heel erg klein. We hebben het over nanometers, dat is een miljoenste van een millimeter. Duizenden keren fijner dan een mensenhaar. Nou,继续拿转没关系，那关枪体。那如果可以的话，也希望就是可以，就是有什么自己能够有专利之类的。 就是可能研发一些新材料，然后可能就是可以打破一些记录之类的。Because the TSMC is the most successful semiconductor in Taiwan, this is the reason why they work long. I will try my best to find the work and life balance. Maybe I can watch drama when I eating and make the semiconductor successful. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.